Hebben jullie wat te vieren? Jazeker. Ja. We zijn precies op de helft vandaag. Van de advent hoor, hè? Ja, van de advent. Ja, zeker weten. Ik heb jullie even heel kort in beeld gehad toen bij de lancering met de Nice Aunties. Ja. En toen deed jij een speech en Remco, jij zette het aan. Maar even heel kort voor de mensen. Stel jullie zelf even voor, want jullie zijn nu al een halve maand keihard aan het rennen om die schermen aan te krijgen. Lekker banden. Ja, leuk vandaag. Maar vertel, laat ik even bij jou beginnen, Remco. Want, ja. Nou, ik ben meer de creatieve ondersteuning van Regina. Ja. Mede bedenker, maar zij is de grote initiatiefnemer in het geheel. Wat valt er meer over te zeggen inderdaad? Ja, we hebben daar wat werk aan gehad. Nu begint het wat rustiger te worden, maar... wanneer de schermen uitgaan, wanneer de schermen aangaan en dingen. De meeste kinderziekten zijn er gelukkig uit, laten we zo zeggen inderdaad. Ja, want kijk, we zijn nu in de Zijstraat en dat is, zo heet de winkel, maar ja. We zijn ook letterlijk in de Zijstraat. Hè, dus die mevrouw die, hi, hoe is het? Nee, maar daar hangt nu het 12e scherm. Het 12e scherm. Met een filmpje van wie? Weet je het uit je hoofd? Ja, Nina. Nina, en wie is Nina? Naiko, en zij komt uit Georgië. En een grootheid op dit gebied. Maar ik zou zeggen, kijk zo meteen zelf, want het is echt een mooi filmpje. Ja, daar zal ik zo even nog een shot van maken, want en dat is natuurlijk een beetje, het is ook een beetje geheimzinnig allemaal. En de advent visual art hoor, om het voluit te zeggen. Zeker. Maar net als het advent natuurlijk, luikje open, zit er een verrassing achter. En dat is bij dit ook. Dat is precies het hele idee. Ja. Maar, zit er een enorme diversiteit in? Nou ja, en daar wou ik eigenlijk net over beginnen. Maar ik hoor je nu zeggen, Nina, en ik hoorde ook al mensen gebruiken een beetje schuilnamen of artiestennamen, noem het maar op. En we hebben mensen uit de buurt, maar... zeker. Ja, ik vond die eerste, dat vond ik totaal fascinerend, de Nice Aunties. Ja, dat is dus een dame uit Singapore. Ja. En zij heeft ook nog wat mensen binnen haar vriendenkring gevraagd van, dit is een project, daar moet je aan meedoen. Want we zitten dan vanuit huis, stel ik me zo voor. Ik weet het eigenlijk niet precies, maar goed. We maken allerlei prachtige dingen. En ze hebben niet het platform zoals nu. Maar in Singapore, zij maakt artificial intelligence. Dus kunstmatige intelligentie, AI, AI, hoe je het ook allemaal wil noemen. Ja. Maar ik vind dat sowieso een heel fascinerende wereld. Ja, is het ook. Ja. Maar ik zie ook letterlijk op Twitter bijvoorbeeld die hele groep. Zij vinden het ook totaal fascinerend dat ze in een land wat ze volgens mij nauwelijks kennen. Nee, ik denk allemaal in de buurt van Amsterdam. En dan geëxposeerd worden. Maar ik zag ook andere artiesten weer reageren. Wat is dat gaaf dat zo'n kleine stad AI oppakt. Ja, nou, en dat dacht ik van... Dat bekijkte. Ik heb toevallig gisteren... ik ben gewoon hartstikke trots. Ja, maar ik eigenlijk ook. Want het is volgens mij voor het eerst dat AI in Zeeland wordt... Nee, ik denk wereldwijd. Dat op deze manier wel. Ja. Zeker op deze manier. Het is een wereldpremier. Dat is dan toch eigenlijk heel bijzonder. Ja. Maar de Nice Aunties is ook een groep. Dat zit allemaal elkaar verbonden. Hè? Want er zit er ook eentje bij uit San Francisco. Eentje uit Polen volgens mij. Ja. In de dingen. Dus dat zijn jongens die gewoon een heel... mondiaal netwerk hebben opgebouwd. Precies, en het is ook. Ik heb het ook een beetje zitten bekijken. Er is er natuurlijk ook heel veel weerstand van kunst die je maakt met AI, dat is geen kunst. Volgend jaar, iedereen die denkt dat het geen kunst is en dat het heel makkelijk te maken is. Doe het dan. Ja. Het is een nieuwe kunst. Nou, ik zit ook naar die tools te kijken. Je moet sowieso al jezelf heel goed trainen voordat je daar goed mee om kan gaan, denk ik. Dus, nieuwe kunstvorm. Ja. En wat hopelijk ook weer de jeugd aanspreekt. Want je kan altijd weer een schilderij neerzetten of iets maken van een beeldhouwwerker of wat ook weer. Maar dit is ook weer eens leuk en op een nieuwe manier die heel toegankelijk is. Ja, je mag er nog niet te veel verklappen over wat er komen gaat. Nee. Maar ik heb wel een beetje het gevoel dat heel veel mensen een beetje afwachten tot... zodat je de hele route kunt lopen. Want het is niet echt een vaste route. Maar het zijn wel 24 plekken uiteindelijk natuurlijk. Ja, het is kriskras door de stad. Ja. Allerlei mooie plaatsen. Zeker. Omdat wij dus de bedenkers zijn, dan mogen wij ook de leuke winkels en de leuke locaties en de leuke mensen uitkiezen. Ja. En ook de leuke artiesten. En er komen nog een heleboel mooie. Ja, hele bijzondere. Niet alleen AI, maar ook animatie. Degene die wel al zijn onthuld, kun je wel wat over zeggen. Je hebt bijvoorbeeld ook vader en zoon de Nooier. Ja, Paul Menno de Nooier. Die zijn al onthuld, toch? Ja. Ja. Bij Industrieel. En zij zijn echt pioniers op het experimentele filmgebied. Ja, maar ook de stad noemt hem altijd de man met al die tattoos in zijn gezicht. Maar, Vincent, het is fantastisch. Die is zo lief. Ja. En als je hem ziet, dan denk je, zijn gezicht helemaal vol. Maar
Zo'n zachtaardig jongen, maar hij heeft ook echt iets heel moois gemaakt. Maar ik zag ook Remy van IJsden bijvoorbeeld, die is van Pursies, als ik me niet vergis. Ja. En dan was ik ook wel verrast, dat doet hij ook mee met zoiets. Maar dus, dus het is lokaal, het is internationaal. Klopt. En het is in de Zuidstraat. Hè? Ja. Ben jij blij met deze... Heel blij. Ja, dat is toch hartstikke leuk. Ja, echt heel leuk. Ook aandacht voor de winkel, maar ook voor de... Voor de kunst, zeg maar, is ook heel belangrijk. Ja, ja, en de etalage tussen de, nou ja, de, we hebben de, gewoon de kerstpoppen en de mooie kleding. En een mooie combinatie. Zeker. Ja, het best snijdt van twee. Dus het was wel een bubbeltje waard. Hè? Ja. Nou, dankjewel voor de toelichting. En nou, op de volgende 12 dagen... Dan zien we je graag weer. Dan komt het helemaal goed. Ja. Hey, fijne avond. Ja.